hier vandaag bij Jacobien Florijn. U weet wel, de oprichter van de Breiklub in het Huis van Droog. Mogen trouwens nog veel meer mensen komen. Goed. Maar ze is nu aan het weven en ze heeft net aan mij verteld dat echt haar passie is het weven. Dus we gaan er zo even een paar vragen stellen. Nou Jacobien, vertel eens over je passie. Nou ja, ik ben in 1975 ongeveer met weven begonnen. Echt op een beginnerscursus. En ja, daarna heb ik het eigenlijk thuis uitgebouwd. En ik ben ook al op cursus geweest in diverse landen. Onder andere in Finland, in Noorwegen, in Zweden. En daar heb ik allerlei diverse cursussen gevolgd. Want zo ging ik dan gewoon mijn vakantie ook indelen. Dan ontmoette ik toch altijd mensen met dezelfde interesses. En dan voelde ik mij niet zo eenzaam. En je ging vaak met een leuk product ging je naar huis. Dus je had altijd, hoe heet het, een ander koopt een souvenir. Maar jij had je eigen souvenir al gemaakt. En nou, daar had je eigenlijk het hele jaar had je daar plezier van. En wat ben je nu aan het maken? Dit wordt voor een sjaal. Dus deze techniek heb je dus allemaal geleerd? Ja, die heb ik allemaal daar op diverse cursussen geleerd. En ja, en u ziet wel, ik heb hier een hele kast met boeken. Dat zijn alleen maar hobbyboeken. Deze is handgeweven? Deze is sjaal, ja. Deze is handgeweven. Dit is van, onder andere van zijde. Werkstukken zijn geborduurd met een machine. Hier heb je een Disney-figuurtje, een beertje, een zakdoek voor oma en hier een hele mooie badhanddoek. En zo zijn er natuurlijk diverse mogelijkheden. Dit is een borduurmachine van Janomee. Hij heeft vier draads. En ik kan dus met vier kleuren onafhankelijk kan ik werken. Dat gaat geheel automatisch. Er zitten een aantal standaardpatronen in. En ik kan ook kaarten ervoor kopen. Maar soms kan ik ook wel patronen op internet vinden. Maar die moeten dan vaak weer aangepast worden. En daar ben ik persoonlijk niet zo goed in. Dat zeg ik ook niet. Maar verder is het wel bijzonder leuk om te doen. Want je kunt ook patronen aan elkaar toevoegen, aan elkaar plakken, et cetera, roteren. Nou, heel veel mogelijkheden ermee. En zo kun je truien maken zoals ik in het begin van het filmpje al heb laten zien. Kun je veranderen, maar je kunt er bijvoorbeeld ook een tafellaken van maken. Kijk maar aan die kant. Zie maar daar opzij van de tafel, die motiefjes. Daar kun je ook een van vormen. Daar kun je er allemaal mee borduren, want er zitten dus een aantal motieven, zitten dus standaard in de machine. Ik doe ook veel aan machine borduren en dit heb ik er onder andere ook op gemaakt. En ik kan natuurlijk ook voor mensen kleine cadeautjes maken, bijvoorbeeld in de vorm van een badhanddoek. Daar zou je dus een leuke afbeelding op kunnen doen, of de naam. Of een slabbertje met een of ander Disney figuurtje en dan bijvoorbeeld de naam van het kind. Of de geboortedatum van het kind. Verder hou ik ook heel erg van breien, zowel op de hand. Deze kol is onder andere op de hand gebreid. Maar ik doe daarnaast ook nog op de machine breien. En ik heb al de afgelopen jaren voor meerdere mensen truien gemaakt in opdracht. In opdracht werken vind ik wel heel erg leuk. Alleen er moet bij mij niet zoveel druk onder staan. Ik moet wel ruimschoots de tijd krijgen om iets te mogen maken voor de mensen. En dan doe ik het met heel veel plezier. Verder is het zo dat in het Huis van Droog geef ik dus ook inloopmiddagen om te komen breien of te haken. Het is ook mogelijk dat u een workshop volgt. En hier zou u bijvoorbeeld voor Pasen mooie paaseieren zelf kunnen breien. Dit kan dan onder begeleiding van mij en tegen een klein materiaal kosten. Nou, heel erg bedankt en hartelijke groeten en tot ziens.